Hallo, hallo. Het is weer een nieuwe dag en dus weer een nieuw complimentmoment. En vandaag heb ik Caroline Dellaert bij mij op bezoek. Welkom, Caroline. Dank u wel, Gina, dat wij Ja. al mag doen. Ja. Vanaf ik mag beginnen, want het gaat over het complimentmoment, om jou een compliment te geven, Caroline, voor het mooie werk dat jij doet voor ja, de moeders in het algemeen, hè. Jij bent zo'n beetje de moeder van alle moeders, toch? Dat is misschien wel een beetje overdreven, Gina. Ik zie het echt Ja, zo. Jij bent voor mij, met wat je bezig bent met jouw missie, ben je echt zo de moeder voor alle moeders. Maar als je jezelf wat beter wilt voorstellen met de juiste woorden, dan mag je dat nu doen, Caroline, kort als het kan. Wat doe je? Wat doe jij voor de moeders? Dus ik heb een eigen onderneming, de 3TOB, en ik heb ook een boek geschreven, Mamma Mia, Bewust Moederen. Juist omdat ik vind dat de moeders vandaag zo een heel belangrijke taak hebben. Dus we zitten in een shift, een paradigma, een nieuw paradigma, waar dat er andere dingen van moeders gevraagd worden. Er zijn ook veel meer complexe situaties, met kinderen die andere zaken vragen en nodig hebben. En aan hen tegemoetkomen, er zijn, luisteren wat hun noden zijn, maar ook hun de tools geven. Ja, enerzijds naar persoonlijke ontwikkeling, want kinderen spelen heel veel naar Ja. de ouders. Ik ben ook kindertolk, maar anderzijds ook van. Ook via opstellingswerk echt het kind kunnen invoelen. Van wat wil het kind zeggen? Wat heeft het nodig? Misschien iets anders waar jij niet bewust van bent. Ja, dat is waar. En dus Mooi. ergens die helderheid geven, is ook wel iets wat jonge ouders heel op prijs stellen. Ja. Oké, en daar kan jij hen mee helpen, hè, met Ja, dat. dus daar heb ik enerzijds persoonlijke sessies, ook opstellingswerk één op één. Maar tegelijkertijd heb ik ook vrouwencirkels, heb ik ook motherclasses, waarin dat moeders eigenlijk een traject aangaan van 9 maanden. Dus een werk samen en alleen. Dus zitten daar zowel individuele sessies bij als maandelijkse groepsdagen. Waarbij, ik zeg altijd, je wordt één keer geboren bij je biologische moeder, maar je wordt ook één keer geboren bij jezelf. Ja, dat is mooi gezegd, En dat het vind is ik. dan heel mooi om die vrouwen te kunnen begeleiden, dat ik ergens weet van, oké, naar dat punt wil ik jou brengen. Waarbij Ja. dat ook in hen die innerlijke wijze vrouw, dat ik ze zie ontluiken, dat ik ze zie groeien. En dan, ja, te zien hoe dat ze dan, ja, er staan en Ja. evolueren. En dat, hoe dat iedereen elkaar meetrekt. Ja, Dat is telkens prachtig. opnieuw, ja, Dat is prachtig. heel mooi werk om te Caroline, doen. we zitten in het complimentmoment. Ik hoor dus het woord moeder heel vaak. Wordt er veel gecomplimenteerd aan moeders? Weet jij dat? Ik denk heel weinig. Gewoon omdat dat is zo normaal. Ja, Dus het werk dat je doet, ja. wordt gezien als evident, als iets dat erbij hoort. Ja, dat is Ik denk dat er waar. heel weinig complimentjes gegeven worden en dat heel veel mama's dat eigenlijk. Ah, wel. Dus ik zou zeker zeggen, vernoem dat zeker in uw traject nu. Absoluut, absoluut, De mama's absoluut. verdienen echt wel complimenten. En ik vind ook Ja. de mama's van vandaag, maar ook de ouders van vandaag. Ja. Ik vind het wel een stuk zwaarder dan dat vroeger was ook. En waarom? Er wordt meer van hen gevraagd. Ja. Enerzijds door de complexiteit van waar we in leven. Er zijn heel veel verwachtingen. Sommige ouders willen wel verandering brengen in werk-privé of in. Maar de mogelijkheid moet er zijn. Ja. Sommige kinderen vragen ook heel veel. Dus ja, ik vind wel dat beslist. Allez, ik wil zeker niet negatief zijn. Nee, maar het is Er zijn natuurlijk ook de ja, ik mensen snap het. die het soms moeilijker hebben die bij mij komen. Maar ja, het is beslist. Allez, het is een engagement, maar ook soms een uitdaging, denk ik. Ja.
Ja. Dus dat compliment, dat complimenteren, dat ga ik zeker opnemen en mee verspreiden. Maar misschien, ik hoor, jij bent ermee in contact. Is er zo een complimentmoment voorzien in jouw cirkels? Of is dat ook bijvoorbeeld iets dat je zegt van, ah, daar zouden we ook aandacht kunnen aan schenken? Ja, misschien mag er nog meer, mag dat ook ergens zijn plaatje krijgen in elke Ja. cirkel. Wat ik wel meestal doe, is soms de cirkel afsluiten met een woord van welk woord neem je mee? Of, hey. Ja. En het gebeurt ook wel soms een keer dat we één iemand uit de cirkel nemen en daar onze energie naartoe sturen. Ah Om ja, dat is daar ook allemaal een fijn. persoonlijk woordje naar Ah, recht dat te. is leuk. Oh, dat is En dat ook is leuk. echt wel iets waar Dat dat die komt persoon dan aan. echt ook van openbloeit. Ja, dat zal wel. Dat Ja. zal Maar wel. eigenlijk met de uit te spreken, denk ik van ik moet dat nog meer doen. Dat zou leuk zijn, hè? Dus dat is ook zo mijn missie, dat iedereen, organisaties, coaches, dokters, iedereen die met mensen bezig is, dat ze zelf een complimentmomentje inlassen, hè? Voor Ja. wat dat je ziet, wat dat je Ja. ervaart, wat die persoon goed in is, wat dat anders niet gezegd wordt. Hè? Maar Dus, ik denk wel dat dat tussen de lijntjes gebeurt in de gebeurt, cirkel. ja. Maar Maar niet onder een misschien, noemer. Niet onder een noemer. Complimentmoment, ja, daar ben ik zeker van, Ja. ja. Maar dus, ja, je bent dus met moeders in contact, die dus, moeders hebben kinderen, die zijn dus daarmee veel mee bezig. Maar hoe was dat in jouw kindertijd gesteld met complimenteren, Caroline? Heb jij veel complimenten of ben jij gewaardeerd geweest als kind? Nee, weinig. Relatief weinig. Persoonlijk vind ik wel dat ik als kind eigenlijk wel veel geholpen heb thuis. Ja. Relatief veel gewerkt heb. Maar dat was ook normaal dat je dat deed. Toen, hè? Ja. Ja, ik ken dat. Dus dat was gewoon ja, meedoen. Allee, het zit daar ook Ja. goede kanten aan, hé. Maar En ergens. als je jezelf nu eens een complimentje zou geven voor toen in je kindertijd, zo, dat je zegt van ik heb dat toen niet gehad, maar wat ik daar heb gedaan, of voor wie dat je was, dat je zelf nu nog eens teruggaat naar je kindertijd om dat te doen. Is dat moeilijk om te doen? Ik heb dat nog niet gedaan, Gina. Wel, in mijn Niet echt speciaal, zo van... complimentenworkshop doe ik dat, hè? Ja. Maar als er niet meteen iets Ja. voorkomt dat je Wat zegt, ja, komt dat naar boven? er zo naar boven komt, is zo van... Eigenlijk wil ik dat klein meisje zeggen van... Hij had altijd je best gedaan. Ik zie dat jij je best doet. Ja. Vandaag. Okay. En Ja. daar een compliment voor geven. Ja, Ja, dat is zo... Ik zie dat je gewoon elke dag je best doet. Hé, maar... ja. Oké, ook okay, super. al, allee, het zijn ook moeilijke momenten geweest, hé, maar dat je het Tuurlijk, doet, tuurlijk. Maar die ja. horen ook bij het leven, hè? Ja, Dus dat is ja. zo, hè? Ja. Zoals ik zei, hè, dus ben ik met complimenten daar echt mee bezig. Er is ook een workshop in wording. Ik heb daar al try-outs mee gedaan en daar komen heel mooie dingen naar voren. Waar er aandacht mag aan besteed worden. Onder andere het verschil tussen een complimenteren, zeker aan kinderen, maar eigenlijk aan iedereen, maar zeker aan kinderen. Hè, want zo jongs af aan dat meegeven, dat ze zowel gecomplimenteerd worden voor iets dat ze goed doen, maar ook voor wie dat ze zijn. Dat vind ik heel belangrijk. Want jij uit jouw ervaring met moeders is gelijk aan kinderen of verhalen over kinderen. Kan jij daar zo een verschil of een complimentje geven zo aan om het verschil aan de kijkers duidelijk te maken? Wat is nu een doe-compliment en wat is nu een compliment voor wie dat je bent? Ja, ik moet nu denken aan ook een opleiding dat ik gevolgd heb als kindertalentenfluisteraar. Ah Hey. ja, dat is mooi. En die echte Mooi naam. talenten, die gaan eigenlijk niet echt... Allee, ook wel over wat je doet, maar vooral over wie dat je bent. Voilà. Maar ik kan dat dan ook zelfs nog toepassen op mama's. Allee, of op moeders die komen deze week nog, dat ik zei tegen iemand van... Ga, weet je, wat... Zij zei van, ik voel eigenlijk alleen maar mij goed als ik mijn werk doe met mijn schort aan. Allee, met mijn kiel aan. Dat ik zeg, maar... Ik zeg, weet je, dat er echt iets is voor jou... Jouw sterkte is dat je gewoon iemand heel nabij kan zijn. Zodat je kan luisteren, hé? Ja.
Zij Zowel met de zieke mensen waar ze mee contact heeft, zowel met haar kinderen, met haar partner. Maar ik zeg, nabij zijn en je enthousiasme daarin, ik zeg, dat is echt iets. Allee, ja, dus daar hecht ik dan wel, ik kan dat dan zowel doen voor kinderen, dat ik echt voel van, oké, ja, als je vraagt wat doe je graag, dan is dat ja, maar creatief of doe sport of doe. Maar probeer altijd dat andere eruit te halen, omdat dat juist ervoor zorgt, dus dat zijn, zorgt er juist voor dat dat doen zo goed lukt. Ja, dat is prachtig. En vandaar dat ik daar echt op hamer en in elk interview terugvraag aan de interviewer, maar ook, ik zeg het, hoe jonger dat een kind is, dat hij dat al, dat het niet alleen doen, 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 maar voor wie dat je bent. Voor wie dat je bent. Elk kind is uniek en daar een compliment alleen voor krijgen. Dat zou toch zo mooi zijn, ook voor de kracht en voor de eigenwaarde en de zelfliefde van het kind. Hè? Maar dus, Caroline, mogen wij jou wat beter leren kennen door dan nu eens die oefening voor jezelf te doen? Mogen wij van jou jouw compliment voor je doen en voor je zijn vernemen? Voor mijn doen denk ik wel dat ik zo eerst, misschien het gemakkelijkste, voel ik wel dat ik maar ja, het past eigenlijk samen. Eigenlijk voel ik wel dat ik een verbinder ben, een netwerker ben, dat me wel gemakkelijk lukt om contacten te leggen, één op één, maar ook in groep. Waar ik ook heel veel van terugkreeg. En dat dat ook iets is, het is ook een stukje talent, dat gaat vanzelf. Ik moet daar eigenlijk geen moeite voor doen. Dat is ook zoiets bij een talent. Moeiteloosheid. Anderzijds, ja, wat ben ik nog? Zoveel. Ja, het is moeilijk om daar zo... Ja. Ja, Maar eentje is goed, hè. Eentje voor je doen, maar ook eentje voor je zijn. Om gewoon, meestal hebben de mensen, zoals jij doet, voor het doen geen enkel probleem. Hè. Maar dan dat zijn, zo, ja, wat is dat nu? En dat is goed, om die manier geven we er aandacht aan. En ja, wordt het alsmaar duidelijker van wie dat mensen, wie ben ik nu eigenlijk zo. Hè? Maar misschien één woordje dat ik misschien vandaag kan gebruiken, is genereus zijn. Ik ben eigenlijk wel genereus. Ja. Overvloed. Je geeft overvloedig. Ja. Ja. Dat is mooi. Dat is mooi. Ja. Oké. Super. Ja, We zo. leren je beter kennen ook, hè? Ja. Dat is nu ook met de ruimte waar je in geweest bent. Ja, Dat is ook prachtige een ruimte. genereuze schuuroogst. Ja. En dat is ook het geven. Dus we zitten hier op een plaats waar naast ons het fruitbos is. Dat is ook een genereuze plek waar veel mensen van genieten. Dus dat genereus zijn, vind ik iets moois. Ja, dat is prachtig. En ook daar was je, dus voor de mensen die het niet zouden snappen, dus met Change, met We Are a Change, zijn er verbindmomenten waar dan mensen kunnen op aanwezig zijn. En dan hebben we dat samen gedaan, een Change at School Day, hè, waar we dus de taal van het kind beter hebben leren begrijpen. En dat was op de locatie van Caroline, samen met jou als kindertolk en nog twee andere kindertolken. En dat was een prachtige dag, hè. Maar dat onder andere, daar heb ik mijn complimentenworkshop ook laten proeven, hè. En dat was ook wel Heel verbindend tof. ook, hè. Mooi, hè. Ja, Ja. hè. Dus ook daarvoor een compliment, hè, Caroline, voor die mooie plek die je gecreëerd hebt, hè. Je voelt, de moederlijke energie ook, hè, in de plek. Vind ik wel. Vind Ja, ik het is wel. wel een heel mooie energie, dat is waar. Ja, hè. Ja. Ja, hè. Dus we hebben het over zijn, over doen. We hebben jouzelf beter leren kennen door het compliment dat jij zelf hebt gegeven. Dan gaan we de ketting doorzetten, hè, want dit zijn korte interviews en waar ik een heel jaar wil mee doorgaan. Waar dus de mensen ga ik interviewen die jij nu ook gaat citeren. Is er iemand dat je nu denkt van oké. Okay, die wil ik heel graag een compliment geven. Ook een beetje uitleggen waarom. Waar ik dan de volgende keer ga uitnodigen in het complimentmoment. Komt er iemand? Wie komt er nu naar? Of welke situatie komt er nu naar boven? Wel, het eerste dat ik eerst aan dacht, China, is... Ik zou eigenlijk
langs de ene kant heel veel vrouwen willen benoemen, die eigenlijk in een vrouwencirkel of in een groep eigenlijk voor elkaar werken. Ah ja, Dus eigenlijk ja. al die vrouwen wil ik echt wel een warm hart toewensen en een compliment geven, omdat ik zie van, ze mogen zijn wie dan ze zijn, ze kunnen delen, ze kunnen elkaar helen. Weet wel, en ik zie echt soms vrouwen werken voor elkaar. Dus Oh. dat vind ik heel mooi. Ik zie dat bij mij in mijn groepen, maar ik heb dat nu ook mogen ervaren dit jaar in een jaartraject dat ik gevolgd heb. En dat was bij Els Timmerman. En ja, als ik nu vandaag een compliment mag geven, dus dat jaartraject is nu ten einde, wil ik echt wel een compliment geven ook aan Els, die eigenlijk die groep vrouwen ook heel mooi begeleid heeft. Okay. En ik vind dan zeker een meerwaarde dat ze enerzijds de mensen ook een stuk begeleidt die lichtwerker zijn. Ja. Dus ik heb al heel veel persoonlijke werk gedaan, maar dat was nu een level up. Ja. Waarbij Ja. dat je echt met jezelf tot in de diepte aan de slag gaat. Maar dat ze ook echt de tools meegeeft dat je gebruikt om met energie om te gaan. Om met, Ja, dat is waar. Oh, ja, dat vind ik en om heel zaken te mooi. transformeren. Dus ik vind wel dat ze de mensen die bij haar in het traject zitten begeleidt echt tot transformationeel leiderschap. Ja. En ik denk niet dat er zoveel mensen zijn. Nee. En aan de ene kant is het ook iemand die houdt van discipline en tegelijkertijd heel mild. Ja, dat Dat is vind ik waar. Dat is hele waar. Ja, want mooie ik ken Els en mensen kennen kwaliteiten. haar misschien als Els Lightness zo, hè, op Ja. sociale media. Hij profileert zich als Els Lightness. Love, hoe noemen we het? Ja, love. Ja, het staat voor iets. Lightness, tenderness zit er ook Kan er in. nu ook eens niet opkomen. Ja, nee, dat. Maar ja, dat is heel fijn om te horen. En als je nu één woord, wat dat het jou heeft gebracht, het jaartraject bij Els, zo, omdat je zegt, je wordt echt getransformeerd. Eén woord, wat dat het bij jou heeft getransformeerd. Ga één woord is weinig, hè? Of dan twee of drie woorden. Of ja, kort. Ik denk leiderschap. Oké, mooi. Mooi. Ja, Oké, eigenlijk zo prachtig, van hè? het is jouw leven. En Ja, je. dat is hè. Ja. Ja, jij zit aan het sturen, hè? En niemand anders, hè? Ja, ja, Ja. ja. Oké, en ook misschien voor de mensen die kijken, en dan gaan we afronden, hè? Dus in de groep, hè? Dus je hebt een groep gecomplimenteerd en je zegt dat die vrouwen, dat je ze ziet werken voor elkaar. Kunnen ze ook één concreet voorbeeld geven? Wat mensen die het niet zouden snappen, want jij bedoelt dat dan energetisch ook waarschijnlijk, hè? Of wat bedoel je juist, een concreet voorbeeld met een Ja, bijvoorbeeld twee ook voorbeeldjes? in bepaald opstellingswerk, dat je opstellingen doet van het zij delen van jezelf, het zij in families, het zij werksituaties, en dat vrouwen voor elkaar plaatsen innemen, maar ja, ook werk doen. Allee, Ja. ook werk doen en ook, en ook zo van alles mag er zijn. Ja, Jij mag ja. hier bij mij komen en een keer leunen op mij, of jij mag, Of een keer boos zijn, of een je keer. mag een keer boos zijn, of je mag een keer verdrietig zijn, of Ja. zo. Maar dat is ook, ik wil zeggen, werken is misschien ook reguleren. En Ja. een stukje co-reguleren is ook Herstel, werken. herstellen ook. Ja, herstellen, co-reguleren, maar ook effectief fysiek werken, in opstellingswerk, of woorden zeggen. Het is zoveel lagen. Ja, Het oké. Dat is is heel zoveel duidelijk. aan. Ja. Oké. Ja. Caroline, dit was jouw complimentmoment. Is er iets dat jij rond het compliment dat ik niet zou gevraagd hebben, of dat je zegt van dat wil ik toch ook nog even delen? En dan gaan we afsluiten en dan ga ik met jouw permissie dan Els Timmerman gaan interviewen. Dus Heel goed. is er nog iets? Gina, het enige wat ik nog wil doen is jou een compliment Ah! geven. Hè? Ja, Dat was niet de bedoeling, hè? Dat ook was... voor Maar jou. dankjewel.
Ja, Dankjewel. ook om Dankjewel. mezelf ook in contact te brengen met heel veel mooie mensen. Ook Ah, voor hun dankjewel. enthousiasme, ook een stuk als een voorbeeld in een netwerker. Ah, Dus een heel groot compliment voor jou. Oprecht, echt waar. dankjewel, Ja. dankjewel. Heel veel plezier, dankjewel. Ja. Oké, en dan gaan we jouw compliment afsluiten. Dus dankjewel voor je tijd, voor je openheid. En ik wens je nog heel veel complimenten toe dat je ze mag ontvangen. Dank u En wel, Gina. heel veel plezier, levensvreugde in het mooie werk dat je doet. Dankjewel, Dank Caroline u Bedaert. wel. En kijk er tot een volgende keer met een nieuw complimentmoment. Daar! Dag, Gina.